Dag beste kijker. Hier en daar was het even wachten vooraleer die zon erdoor kwam, maar uiteindelijk in Vlaanderen is dat op de meeste plaatsen ondertussen allang gebeurd. Zon afgewisseld met wolken. Nu, vooral over het zuiden van het land is nog redelijk veel bewolking blijven plakken. Ook vanmiddag zal daar af en toe toch een gaatje komen, goed voor wat zonneschijn. Van over Frankrijk mogen we nog wel wat wolkenvelden verwachten en die zullen dus nog altijd afgewisseld worden met opklaringen. Dus al bij al ziet dat er lang niet slecht uit voor vanmiddag. Zon en wolken en, net zoals gisteren, temperaturen richting 16 en 17 graden. Een matige wind hoort daarbij, dus die wind is iets aangewakkerd. Uit zuid-zuidoostelijke richting aan zee waait het soms vrij krachtig. Vanavond en volgende nacht nog altijd dat hoge drukgebied boven Oost-Europa, een lage drukgebied ten westen van de Britse eilanden en een actieve storing die stilletjes aan dichterbij komt. Maar het gaat wel heel langzaam, dus voor vanavond en vannacht geleidelijk aan wat meer bewolking, maar het blijft nog altijd droog. Pas tegen het einde van de nacht misschien dat er dan in het uiterste westen hier en daar een druppel valt. En vooral dus over het noordoosten wat meer opklaringen. Een matige wind, aan zee waait het nog altijd matig tot vrij krachtig. En de wolken zorgen ervoor dat het niet al te veel afkoelt. Integendeel, 10 tot 13 graden, een zachte nacht. En ook morgen gaat het nog grotendeels droog kunnen blijven. Deze storing komt dichterbij, maar zal vooral 's avonds en 's nachts vanaf het zuidwesten over het land trekken en dan dus die regen geven. Maar morgen verwachten we toch al meer wolken dan vandaag. En dan voor 's nachts die regen, matige regen. En in het zuidoosten zelfs kan het tijdelijk wat harder gaan regenen. Ook vrijdag eerst regen, daarna wordt het beter. En tegen zaterdag gaat deze depressie af en toe toch wat bewolking in onze richting sturen. En uit die storingen kan dan ook nog wat neerslag vallen. Dus dit weekend zal het ook dikwijls grijs zijn en kan er af en toe wat neerslag vallen, maar er zullen ook heel wat droge periodes zijn. En dan dus voor morgen, vooral over het noordoosten, de hele dag nog droog weer. Vanaf het zuidwesten geleidelijk aan vergroten de kansen op wat neerslag. Dat was het voor vanmiddag. Bedankt voor het kijken en graag tot vanavond. Dag!